Dit is een algemene legging. Voor wie het nodig heeft. Wat voelt jouw soulmate? Kracht. Dus veel kracht, maar vooral moed. En een magische stroom. Dus die magie door je heen laten stromen en je dromen waarmaken. Nou, dat past heel mooi eigenlijk bij die krachtkaart. Hè? Dus echt die kracht in jezelf voelen en ervoor gaan. Dus dat is wat jouw soulmate voelt. Hè? Die wens, die kracht om ervoor te gaan. De moed vinden in zichzelf om de stap te zetten. Aas van zwaarden. Dus er is iets wat jouw soulmate moet vertellen aan jou. Een waarheid of misschien de liefde verklaren met de zon. De zon is de liefde, hè? De toren. Een plotselinge gebeurtenis is... wat dit is, hè, deze drie, is eigenlijk het plotselinge inzicht van... Ik hou van deze persoon en ik moet ervoor gaan. Ik moet die stap gaan zetten. Ik moet het zelf gaan doen, want het gebeurt niet vanzelf. Het gaat niet vanzelf allemaal. Ja, gerechtigheid. De waarheid vertellen. Eerlijk zijn en de waarheid vertellen. En daar is moed voor nodig. Er is kracht voor nodig. Staven 5. Dus nou zou het kunnen zijn dat er wat omstandigheden om jullie heen zijn. Die ja, misschien ervoor zorgen dat die moed nodig is. Hè? Dus dat er misschien mensen om jullie heen zijn. Die niet achter jullie relatie staan. Of misschien is er een ander probleem wat er is. Wat ervoor zorgt dat het lastig zou zijn voor jullie om een relatie te hebben. En is daar die moed voor nodig? Hè? Is daarvoor nodig dat de waarheid verteld wordt? En dat is staven 9. Dus het is bijna zover. Hè? Het gaat bijna gebeuren allemaal. Het is nog niet voltooid. Maar het is op dit moment bezig. Deze gebeurtenis. Die waarheid, die communicatie. Koningin van Staven en de bekers 4. Jouw soulmate voelt zich heel erg tot jou aangetrokken, hè, en wil heel graag bij jou zijn, want die, ja, dat inzicht is er geweest van nou, ik hou van deze persoon, ik hou van mijn soulmate. We zien tegelijkertijd hier de angst dat jij diegene gaat afwijzen. Dus wat ik daarbij voel is dat jouw soulmate niet weet wat jij voor hem voelt of voor haar voelt. En dat het heel erg lastig maakt om met die gevoelens naar voren te komen. We hebben de koning van staven. En de zwaarde 10. Dus jouw soulmate weet wat die gevoelens zijn. Hè? Die is daarachter.
Weet ook dat er eigenlijk geen andere weg is, hè, dan die gevoelens te uiten naar jou toe. Ja, dus dat is wat er aan gaat komen. Daar komt de communicatie, de schildknaap van pentakels. Het gaat heel plotseling zijn. Ja, misschien is het zo dat jij deze persoon ook in de gaten houdt. Deze persoon ziet en in de gaten houdt. En dan met die... Misschien ook niet weet wat hij voor jou voelt. Of zij natuurlijk. Dus een soort crush die je op elkaar hebt. En je weet het niet van elkaar. En dan op het moment dat die communicatie komt. Van nou, ik vind je leuker dan iemand anders of zo. Of dan dat ik andere mensen vind. Of ik ben verliefd op je. Ik hou van je misschien zelfs. Op het moment dat dat gebeurt, komt het toch als een schok. Heel onverwacht. Weer de Pentakels 2 met de ridder van Pentakels. Dus ja, er is een hoop gaande, zien we hier. Jouw soulmate maakt die beslissing eigenlijk om in actie te komen, hè? Maar is nog een beetje in twijfel en is ja, eigenlijk de moed aan het verzamelen, wat we hiervoor al zagen, om het te doen. Keizer met de zwaarde 7. Dus deze persoon die treedt in de openbaarheid eigenlijk met die gevoelens. Het zou best wel eens zo'n publieke liefdesverklaring kunnen zijn. Ergens waar andere mensen bij zijn of zo. Misschien wel online op social media of zo een bericht. Of zeg maar niet een privébericht dan, maar iets wat iedereen kan zien. Of ja, ergens anders waar mensen bij zijn. Ergens waar jullie zijn, in een café of nou ja, zoiets. Het lijkt niet helemaal privé te zijn, maar juist in de openheid waar andere mensen het kunnen zien. Dan hebben we de hoge priester en de dood. Dus een vaste relatie. Jouw soulmate wil dat die relatie tussen jullie verandert. En juist een relatie wordt, hè? Een liefdesrelatie, een lange termijn relatie. Dat het uitloopt in een huwelijk uiteindelijk. Dat daar een transformatie plaatsvindt. Dus jouw soulmate heeft hele sterke gevoelens voor jou. En gaat ook met die communicatie komen. Dus ook al is het spannend, gaat iets heel groots eigenlijk gebeuren, hè? Dus ik ben heel erg benieuwd eigenlijk waar dat heen gaat. Bekers 9, die wensvervulling. Koning van zwaarden. Besluiten. Misschien koningin van kelken en het rad van fortuin. Dus groot. Grote dingen gaan er gebeuren. Er gaat iets heel groots gebeuren vanuit deze persoon. Dus we gaan het zien. Ik ga verder met de legging en de verlenging. Ik zet de link naar de verlenging in de beschrijving onder de video. Dus nou ja, misschien zie ik je daar. En zo niet ook helemaal goed. En dan zie ik je de volgende keer weer. Oké. Okay.